Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. De Sint is heel boos. Het is nu 7 december en toch heb ik besloten nog een dag langer in België te blijven om de NAVO eindelijk te sluiten. Want dat is een club van welstellende landen die zich het recht toe-eigenen om waar ook ter wereld te interveneren als hun belangen in gevaar zijn. Eventueel met het gebruik van kernwapens, staat er in hun teksten. Wel, dat is een gevaar voor de wereldvrede. En dan kan de Sint niet machteloos aan de kant blijven staan. Komt gewoon aan de ministers van Buitenlandse Zaken die hier vandaag vergaderen zeggen dat de NAVO slecht speelgoed is. Ja, oké. Okay. Een humanitaire interventie. Sinterklaas mag niet binnen. Wij mogen niet binnen en dat vind ik eigenlijk heel erg. Want al deze ministers hebben toen ze kinderen waren ook speelgoed gekregen van ons. Inderdaad, ik herinner me nog. Pieter de Krem die speelde graag met soldaatjes. Oppassen. Ja, soldaatjes. Ja. En Barbie poppen, maar dat mag ooit. Eigenlijk is de Sint verbolgen dat de politie ons niet binnenliet om... dat daar te zeggen tegen de ministers in de NAVO dat ze er beter zouden mee ophouden. Alhoewel dat één politieagent gezegd heeft dat hij het ging doorvertellen. Maar voor alle zekerheid roep ik hierbij toch iedereen op, hier in België en in Europa, om ook acties te ondernemen tegen de NAVO, humanitaire interventies. Je kunt daar alles over vinden in een brochure die ik hierbij heb. Doe het zelf, manual. Staat erop. Het is heel belangrijk dat het niet stilvalt, want de NAVO is slecht speelgoed. Dat daar heel duidelijk gezegd moet worden.